je daar in de rij staat, 3 kwartier tot 1 uur in de rij staan. Nou, dat hou ik niet vol. Het lijkt alsof alle trouwe klanten van de V&D in Ede hun koopdrang hebben opgespaard sinds het warenhuis vorige maand dichtging. En dat merk je vooral aan de rijen voor de kassa. Hoe lang staat u hier al? Volgens mij 1 uur. Is het dat waard? Jawel, voor de kindjes, hè. Ja, een echte koopjesjager heeft wel wat over voor de juiste prijs. Zelfs al is de winkel maar deels gevuld en gaat ook niet alles weg voor bodemprijzen. Ik heb wel het een en ander, maar heel veel is er gewoon niet. Het ondergoed of wat dan ook, er is al heel veel weg. Of dat is niet in de winkel gelegd, denk ik. Maar maakt niet uit, alles wat met korting is, is wel mooi, toch? Toch zie je niet alleen maar lachende gezichten. Want als je 1 uur in de rij staat en de kassa sluit ineens, dan ben je wel even boos. Om gewoon zomaar ineens, bam, dat ding gaat dicht, plakken alles af en de mensen bekijken het maar. Nou, dat vind ik stijloos. En ook de klanten die hun slag willen slaan bij de juwelier, grijpen mis. Ik had al een mooi klokje gezien, maar het werd helemaal afgeplakt omdat het niet te scannen was. Dus ik kon geen klokje kopen helaas. Ik had een mooi horloge gezien en ik dacht, nou, dat wordt hem. Nou, toen werd toch alles afgeplakt, dus dat is dan wel weer jammer. Beetje flauw eigenlijk? Ja, eigenlijk wel, want het scheelt toch een hoop geld als je nu wat gaat kopen. Schiet helemaal niet op. Maar goed, ik zie wel. Als ze lang duurt, dan leg ze gewoon ergens neer en dan bekijken ze het maar. Toch? De V&D is nog geopend tot 21 april. En op is op.